Lieve mensen, we gaan vandaag de caipirinha maken. Brazilië, São Paulo, daar schijnt die ooit voor het eerst gemaakt te zijn. Caipirinha betekent meisje van het platteland. Die gaan we maken. Eigenlijk een heel simpel drankje met cachaça, dat is een rum. Maar dit hoort echt in de caipirinha. Er zit cane sugar in, dus suikerriet. Limoen natuurlijk en een beetje suiker ook. Dit is, hoe heet het? Rietsuiker natuurlijk. Ja, dat is hem. Eigenlijk heel simpel. We pakken een limoen. Die snijden we in stukken. En dan de helft daarvan snijden we in 6 of 8 stukjes. Zoals dit. Die doen we in het glas. En dat gaan we met 3 barspoons suiker. Gaan we dat een beetje aanstampen. Muddelen heet dat. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Zo komen die sappen en ook die olie uit die schil van die limoen komen natuurlijk lekker vrij op deze manier. Nou, dat maak je gewoon een beetje zo dat het wat vloeibaar wordt. Een beetje kliederen. Dat is dat. Dan gooien we ijs erbij. Ik heb hier nog wat crushed ice over, want dat is eigenlijk wel het mooist. Je ziet, ik doe dat gewoon met mijn handen. Dat hoort eigenlijk niet, maar ik drink hem uiteindelijk ook zelf op. En thuis mag je dit ook gewoon doen. Huppakee, alles erbij. Een beetje tot de helft ongeveer. En dan komt de cachaça erbij. Eigenlijk moeten we dit nog heel even een beetje roeren. Dat kan nooit kwaad. 60 ml doen we erbij van deze rum. Uiteraard mag je er veel meer in gooien als je dat zou willen. Nou is het zaak eigenlijk om hier het glas nog een beetje op te vullen met crushed ice. Maar dat heb ik nu even niet meer. Maar voor het idee. Eigenlijk is dit hem al, nog een beetje crushed ice erbij zou ik doen. En we gooien er gewoon een limoentje bovenop. Een gedroogd in dit geval, maar je kan natuurlijk ook verse gebruiken. En dan is dit de caipirinha, lekker drankje voor in de zomer.